We staan op Place Carnot, vernoemd naar Marie-François Carnot, ooit president van Frankrijk. Maar vooral nu een heel mooi middeleeuwsplein, hartjecentrum van Nancy. En dan is het begin van de vijfde etappe. En die vijfde etappe, dat is vaak een beslissende. Hoewel het ontzettend dicht bij elkaar zit in de verschillende klasses. Dus het zou ook zomaar in de allerlaatste etappe beslist kunnen worden. En dan gaan we vandaag verder. Van Nancy naar Luxemburg. Over een schitterende route. Een kilometertje of 400 sturen. Over B-weggetjes. Zoeken naar de juiste weg. Zoeken naar de juiste route. En de auto's staan achter me. Hier en daar met een klepje open. Ze zijn vies. Ze zijn ook een beetje moe. Maar ze zijn er nog wel. Een beetje vies, hè, de auto? Ja, dat was een spannend dagje gisteren. Want? Wat is er gebeurd? Wij dachten dat we goed zaten. En we mochten niet rechtdoor, dus we zijn linksaf een pad ingegaan. En het was de eerste 30 meter prima te rijden. En toen kwam er een plas en toen werd het een moeras. En toen zaten jullie vast? Ja, geprobeerd eruit te duwen. Zelf aan het MacGyveren geweest. Nou, we zijn geen Bear Grill. Dat zat er niet in. Gezocht naar hulp. Ik zag een boerderij zitten. Ben door een bos geklommen door het moeras heen. Maar kwam een rivier van 10 meter tegen. Was ook geen succes. Is toen het hele pad uitgelopen. En daar het geluk van de rally gehad. Iemand gevraagd, weet je een tractor? Nee, weet niks. En ik draai hem om. En er komt een mega splinternieuwe tractor aanrijden. En dat is dus einde klassement, neem ik aan. Of toch niet? Dat dachten we wel. Nou ja, toen we daar stonden en nog geen tractor hadden, dachten we gewoon einde rally zelfs. Vanavond lekker thuis bij moeder de vrouw liggen. Maar nee, dat... Had er geen zin in, hè? Nee, dat was het. Het is altijd hetzelfde. Deze mannen komen uit Engeland. Brits. Maar die rijden altijd met hun auto gewoon naar het evenement waar ze aan deelnemen. In dit geval de Tulp Rally. En vervolgens staan ze aan de start. En dan gaan ze lekker aan de gang. Koen, jij rijdt veel rallies. Je bent zeer ervaren. Ik zag je zojuist even een remmentestje doen hier op het grind. Maar daar ga ik helemaal geen vragen over stellen. Wat is nou de meest ideale rallyauto volgens jou voor dit soort evenementen? Ja, dat weet ik niet helemaal. Ik rijd altijd MG, dus ik heb weinig vergelijkingsmateriaal. Als ik dat aan mijn navigatoren vraag, dan komen ze vaak bij een alfaatje uit. En zelf zou ik dat denk ik ook wel, als ik ze zie rijden, dan denk ik dat een Alfa heel hoog scoort. Porsche natuurlijk veel. Maar zelf ben ik verknocht aan mijn MG'tje. Tjus. Maar Alfa denk ik. Ja, precies. Ja. Hey, dan doe jij iets in financieel rendement en zo. Zit er ook nog een beetje rendement te behalen met klassieke auto's, denk jij? Nou, dat ligt een beetje aan welk type auto. En het moet echt heel, heel, heel bijzonder zijn. Wil het zijn waarde goed behouden, ook naar de toekomst toe. En af en toe zie je natuurlijk wel een beweging. Hè? We hebben een tijd gehad dat die Porsches echt door het dak gingen qua prijs. Dat lijkt nu ook wel weer voorbij te zijn. Dus ik denk dat als je echt een hele bijzondere auto's met historie... Dan blijft het zijn geld wel waard. Maar verder denk ik dat het toch... In mijn geval is het meestal een money pit. Ja, maar wel heel veel plezier. Dat wel. En dat is een hoog rendement, want de laatste pyjama heeft geen zakken. Tijd om te sturen. Daar zijn we tenslotte voor. De stad uit, het Weidse land in. Het is hier in Frankrijk zo mooi. En de dorpjes zijn rustig. En dus rijden wij daar dus ook rustig. We staan op een oude NAVO-basis, Circuit de Chambly. In 1952 werden hier Amerikaanse soldaten gestationeerd onder de NAVO-vlag. En nou hebben die mannen hier niet geraced. Nee, die hadden andere dingen te doen. Uiteindelijk in de jaren 70 zijn ze allemaal vertrokken en lag het hier braak, landingsbanen. Die werden aan elkaar gekoppeld door lokale bewoners die leuke autootjes hadden. En die gingen een beetje tegen elkaar racen, gewoon voor de lol. Jaren later bedachten ze, nou, als dat nou toch kan, laten we dan een echt circuit aanleggen. Dat werd Circuit de Chambly. En dat is waar de equipes nu
rondrijden. Niet per se zo hard als het kan. Ze moeten binnen een bepaalde tijdmarge moeten ze een eigen tijd neerzetten. En vervolgens moeten ze die ronde later exact herhalen. En hoe dichter je bij je eigen tijd zit, hoe beter je het doet. En nou is dat niet vreselijk ingewikkeld, maar het is natuurlijk wel leuk, hè? Rijden op een circuit is altijd leuk. En als het dan ook nog eens met een klassieke rallyauto is, dan maakt het nog leuker. En als er dan een klein beetje competitie aan zit, ja, dan wordt het echt leuk. Overigens ook gebruikt voor Mondial Air Balloon, oftewel 's werelds allergrootste ballonfestival. Er staan hier één keer in de twee jaar honderden ballonnen. En uiteindelijk gaan ze natuurlijk ook omhoog, want dat is een beetje het idee van luchtballonnen. Je kunt het niet voorstellen, hè? Het grootste ballonnenfestival ter wereld. En nu bijna 200 klassieke rallyauto's. De enige echte coureur in het veld. Hè? Ze kunnen je gewoon omschrijven, toch, Gijs? Nou, dat weet ik niet. Er zijn er wel meer die hard kunnen rijden, trouwens. Maar jij kan echt hard rijden. Ja, maar op de weg doe ik dat dan toch wel met enige marge. Maar ik kan wel lekker doorrijden. In een fijne Porsche 356 van Stedevaart. Hoe belangrijk zijn nou de juiste banden onder zo'n auto? Oh, superbelangrijk. Ja, we rijden op Vredestein en het is een soort combiband. En die zijn na de rally zijn ze wel aardig op. Want dan zetten we er weer nieuwe op, hè, voor de volgende keer. Maar het ding heeft een wegligging. Hij staat natuurlijk een beetje laag, de Porsche. Maar samen met deze Vredesteinbanden niet van de weg te branden. Want je hoort overal, ja, die lag eraf en die lag eraf. Ja, joh, we hebben helemaal nergens last van. En vooral in de regen, ja, nou hou ik daar ook best van. Maar toch, hij stuurt zo makkelijk. Heb je dat in jouw carrière, heb je altijd uitgekeken naar regenomstandigheden? Zeker weten, ja. Ja? Ja, Le Mans 71, de eerste keer Formule 1, moest ik instappen. En ik was nog ziek ook. En vier dagen later stap je in die auto en dan moet je gewoon vrijdag de kwalificatie rijden. En ik denk, ja, Gijs, je moet 80 ronden of zo. Laat mij even lekker in de regen rijden zondag. Nou, mijn gebed werd verhoord en het begon te regenen. Ik werd mooi achtste. En dan had ik ook weer de goede banden eronder. Ja. Want nummer 9, 10 en 11, dat waren drie wereldkampioenen. Maar die reden op een ander merk. Weet je wat ik zo mooi vind? Je staat er nou altijd blij van te kijken. Mooi, hè? Dat is kicken, joh. Dat was, als je eerst Formule 1 rijdt, achtste wordt in de regen. En nergens tegenaan rijdt, geen vleugels eraf. Gewoon aankomen. Ja. En dat proberen we deze week ook. Goed zo, dankjewel. Dat valt niet voor iedereen mee, hè? Dat blijkt maar weer. Kijk, hij wilde snel vandoor, maar zo gaat dat niet. Ze geven rijtraining, hè, op Zandvoort, wist je dat? Ja, ik zou er vaker gebruik van moeten maken. Zet hem op de rest van de dag, hè? Ja, als je hem nog meekrijgt. Kunnen we hier laten? Ja, dan wordt het ook zo'n beroerde route. Zijn natuurlijk altijd leuk, hè? Tijdens de Tulpen Rally wordt er wel stevig doorgereden. De schema's staan soms wat krap. Maar het echte sturen, dat doe je natuurlijk op een afgesloten baan. Hier bijvoorbeeld is een tijd neergezet door de organisatie. En je moet binnen die tijd het rondje afmaken. En die tijd is uiteraard krap. Dus dan moet je flink gas geven, laat remmen. De een kan dat beter dan de ander. De ene auto is ook beter geschikt dan de ander daarvoor. Maar het blijft natuurlijk leuk. En nog 10 seconden. Hoe lang doe je al mee in de Tulpen Rally? Dit is de 16e keer. Kijk, heel goed. Auto, hè? Met deze auto. Hè? De risico. Ja. Dankjewel. 2, 1, go. Mooi dafje. De auto's moeten minimaal 50 jaar oud zijn om te mogen deelnemen aan de Tulpen Rally. Natuurlijk is een goede preparatie van de auto's een must. Een veiligheidsscore is niet verplicht, maar wel verstandig om je klassieker mee uit te voeren. Wel een must is de juiste meetapparatuur, als kun je natuurlijk nooit op tijd komen bij de controles. Ja, nu lach je, maar ik zie je juist aankomen. Jullie kijken echt heel sip. Ja, nou, de ochtend was echt mega goed, had ik nul. Dus toen dacht ik, we're getting somewhere. Maar vanmiddag was slagveld, we hebben 1000. Maar in mijn ogen ging het gewoon goed. Hey, 1000, wat betekent dat in de praktijk voor de niet-wetende kijker? Wat heb je dan niet goed gedaan? Nou, het zou kunnen zijn dat we 10 borden hebben gemist. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Je hebt 10 borden gemist, omdat je er niet langs bent gekomen dan dus? Nou ja, of ik heb fouten geschreven. Of ja, mijn vader, want ik rij, we hebben even gewisseld. Maar
Ik weet het niet. Maar het was echt ook nek aan nek. Gewoon echt vet hard rijden. Weer keihard rijden. Ja. Ja. Goed zo. Blijf lachen, hè? Ja, ja, ja. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze. Navigator zegt, moet je alles uitleggen. Dit is toch mooi zo? Terwijl binnen de bitterballen door die andere rally, de SLS Classic, worden uitgedeeld aan de deelnemers die nu allemaal binnenkomen druppelen hier in Luxemburg. Gebeuren hier bijzondere dingen achter mij. Wat zijn jullie aan het doen? Dat klopt, Werner. Wij zijn bezig om deze auto's op een schone 80% CO2-neutrale brandstof te laten rijden. De toekomst voor de klassieke auto? De toekomst voor de klassieke auto, ja. En eigenlijk willen wij daarmee proberen het segment in leven te houden, want wij zijn enthousiast liefhebber van oldtimer rallies. Ja. Hey, maar wat giet je er dan in? Wat is dat? Nou, deze brandstof is gemaakt van plantaardige afvalstoffen. Dus de stengels bijvoorbeeld van maïskolven. En die worden omgewerkt op een heel hoog niveau naar een hele schone, zuivere benzine die in deze oldtimer auto's als drop-in fuel direct gebruikt kan worden. Juist. En die motor, draait die er lekker op? Die motoren draaien er super op. Het is een 98, zelfs een 99 rond octaan benzine. Die motoren draaien er super op. Dus, zelfs iets lekkerder dan normaal? Ja, ze hangen heerlijk aan het gaspedaaltje. Maar het mooiste is dat de mensen eigenlijk toch niet echt een verschil gaan merken, maar gewoon een super plus. Want je wil juist hebben dat het vertrouwd is, dat je het gewoon kunt tanken. En thuis kom je weer en dan kun je weer gewoon de benzine tanken. Maar ze hangen heerlijk aan het gaspedaaltje, dat kan ik je verzekeren. 80% hernieuwbare brandstof gaat hier in die 911. En dat moet ook, want morgen heeft hij nog een klein ritje te gaan. Dan gaan we verder van Luxemburg voor de laatste etappe naar Château Sint-Gerlach. Het mooie Château Sint-Gerlach in Valkenburg. Wie de wint, de Tulpen Rally in de vier klasses, dat zien we dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door D-tron, Hiscox, Vredestein en State of Art. Etappe nummertje 6 van Luxemburg, waar we nu nog staan. In de zon staan een hoop auto's. Ja, er zijn ook niet zo heel veel uitvallers. En allemaal in de richting van Château Sint-Gerlach in Valkenburg. En dan hebben we vier klasses. En in die vier klasses kunnen telkens nog verschillende equipes winnen. Dus het is hartstikke spannend. Die laatste etappe is ook niet eventjes naar huis rijden. Hè? Nog een beetje lekker genieten van de route en van de zon. Nee, gewoon nog heel veel competitie. Dat zien we vanmiddag, wat uiteindelijk de eindstand is bij Château Sint-Gerlach. Er zijn honderden rally-evenementen in Nederland. Van dagritjes tot een paar dagen, tot een week lang. Tot een evenement als dit, hè, de Tulpen Rally. Een van de grootste rallies van Europa. En bij al die evenementen moet drukwerk gemaakt worden. Boeken, routeboeken, stickers en nog veel meer. Hè? En jullie, bij Rally Drukwerk, jullie maken dat? Ja, wij maken dat. We zijn erin gespecialiseerd. We kunnen het volledige pakket aanleveren wat een rallyorganisatie nodig heeft om een rallytje te organiseren. Ja, want wat komt er allemaal bekijken? Wat hebben ze allemaal nodig? Ja, dat is heel divers. Weet het? Je hebt hele grote evenementen zoals dit. Die willen het hele pakket hebben aan deurstickers, rallyschildjes, startbogen, vlaggen en noem maar op. Tot alleen mensen die zeggen, ik een rally schildje vind ik prima en dat routeboekje print ik zelf. Totdat ze eigenlijk op een gegeven moment zien van, wat is de kwaliteit van jullie? Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. En dat kleedt toch ook wel dat maakt de kwaliteit van de rally eigenlijk. Ja, precies. Nou is het niveau hier bij de Tulpen Rally heel hoog van de deelnemers. Er zitten hele goede navigatoren bij. Die hebben we routeboeken. Ik heb erin gezeten. Dat is zo ontzettend nauwkeurig gemaakt. He, met dat pijltje en dat puntje en hoe ze moeten rijden. Kunnen jullie dat zo nauwkeurig? Ja, dat durf ik gewoon keihard ja op te zeggen. Wij hebben gewoon high-tech apparatuur. Zijn afhankelijk natuurlijk van wat we aangeleverd krijgen. Maar als de kwaliteit goed is van het bestand, maken wij een perfect boek ervan. Ja. En wij worden hier gewoon keihard op afgerekend als we gewoon geen goed materiaal aanleveren. Ik wou net zeggen, het routeboek, dat is uiteindelijk het hart van het hele evenement. Ja, dat is echt de Bijbel, zeg maar. Als je die niet volgt, dan is het een probleem. Hey, rij je eigenlijk zelf rallies?
Ja, zeker. Dus, we zijn fanatiek rallyrijders. En ja, dat maakt ons ook wel een beetje onderscheidend. Omdat we de taal spreken van de rallyorganisatie. Dus we kunnen omdat we juist dit soort grote evenementen doen... ja, daar leren we heel veel. En daar kunnen ook de kleinere organisaties op meeliften. Gewoon de kennis die we opbouwen. En ook de kennis die we natuurlijk zelf hebben als rallyrijder. Een mooie route, niet een grote verbindingsstuk. Dus ik heb genoten. Het zou te maken kunnen hebben met een ochtendhumeur. Maar we gaan het gewoon proberen. We moeten erin. Geloof olie. Ja? Ja, dat heb ik net geleerd. Oké. Okay. Ik heb een snelle cursus gekregen. Hoe onderhoud ik een auto? Ja. Vandaag, op het begin van de rally. Een half uur geleden. Op een heus circuit rijden, dat is voor sommigen al lastig. Als dat droge circuit hier en daar slipstroken heeft, dan is het echt lastig. Wat een mooie autootjes altijd, hè? Prachtig. We staan op het testcircuit, net buiten de stad Luxemburg. Dan is die Tulpenrally 2350 kilometer. Moet je je voorstellen, als je wel eens naar de wintersport gaat, is 1000 kilometer. Dan ook weer terug, 2000 kilometer. Die afstand, dan nog een beetje erbij. En dat alleen maar over B-weggetjes. Mooie wegen, schitterende routes. Af en toe een keer een château, een leuk dorpje, een keer een fijne lunch, een prettige dinerlocatie. En dan bijna dagelijks een circuit. En zo'n circuit, dat heeft iets magisch. Hier wordt zo af en toe geraced. En vandaag dus ook. De equipes die rijden hier over een gladde baan. Dat is echt glad. Je kunt er eigenlijk meer verliezen dan winnen. Maar het is zo mooi. Zo mooi. Plek is dit. Midden in de Ardennen. Daar in de verte de koolzaadvelden. De koeien grazen daar. Je hoort wat vogeltjes en verder is het doodstil. En als het goed is, blijft het dat ook. Want dit is namelijk niet de route. Alleen sommige equipes die denken daar dan weer anders over. Die verstoren dan de rust, zeg maar. Dat is echt jammer. Leuk, hè? Het is gewoon een heel klein dorpje in de Ardennen. We rijden hier langs, we volgen de equipes. En dan komen we een kleine dorpsgarage tegen met een oude baas. Lampje op zijn hoofd, is lekker aan het werk. Hij rijdt hier gewoon in een Plymouth van Jan. Mooi ding. En dan binnen kijken. Maar allemaal oude zooi, maar mooie oude zooi. Kijk hier, een Renaultje 4 CV. En allemaal radio's hier. Kijk, hij verzamelt en handelt in radio's. En gewoon leuke oude spullen. Dit is een heel mooi exemplaar. Maar wat vraag je hiervan? Een Tweede Wereldoorlog Renault truck. Nee. Geweldig toch dit? Wat een gezelligheid. Radio's, beetje muziek erbij. Mooi hoor. Wat een ontdekking. Dat is dus ook de Tulpenrally. Hè? Gewoon zomaar ergens aankomen waaien en dan... Nou, mag je naar binnen, mag je een beetje kijken, je kletsen, je verbazen over het leven van deze persoon. En we gaan verder, genoeg kleurlokaal. Nog een klein stukje sturen naar Château Sint-Gerlach, het prachtige kasteel in Limburg. En bovendien de finishplaats van de Tulpenrally 2023. Wie hebben deze editie van de Tulpenrally gewonnen? Voor velen is het uitrijden van de Tulpenrally een persoonlijke winst. De rally is lang, de auto's zijn klassiek, de route is soms echt moeilijk te vinden. En dus vormen de tulpen bij de finish voor iedereen een eigen verhaal. Meneer Luxemburg, vertel eens, hoe is het gegaan vandaag? Ja, minder. Niet goed genoeg helaas. Nee. Want? Nee, een paar kleine foutjes gemaakt en dat gaat zorgen dat we tweede worden in plaats van eerste. Is het tegenvallen, Albert? Ja, dat doet pijn.
Omdat we natuurlijk toch eigenlijk het idee hadden in het moeras dat we er niet meer zouden komen, maar toch zijn gekomen. En het was zo mooi geweest om er toch ook nog bovenaan het podium te staan. Maar dat is niet gelukt. Een mooie editie, maar je maakt het jezelf ook moeilijk. Want deze was prachtig, maar nu komt die 70ste eraan. Ja, dat is toch anders dan de 69ste. Kun je iets loslaten? Het duurt nog een jaar, maar kun je iets loslaten? Ja, nee, dat is wel leuk om te vertellen. Punt 1, Frankrijk. Tulpenrally is Frankrijk. Je weet het, wegendichtheid, mooie streken. Dus we gaan heel veel naar Frankrijk. En we hebben eigenlijk bedacht dat bij zo'n jubileum dat we op een heel andere plek gaan finishen. En we gaan finishen in Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Kijk, maar waar starten we? Ja, nou, dan ga je van daaruit terug redeneren, right? Wat is dan leuk? We hebben gekozen om naar een regio te gaan waar we nog nooit geweest zijn. Dicht bij de Pyreneeën, zodat we daar wat kunnen rijden. En we gaan naar Bilbao in Spanje. Daar gaan we starten. Misschien nog een tipje van de sluier. In Bilbao, mooie stad, heeft zich ontzettend ontwikkeld, hè, toeristisch gebied. Guggenheim Museum. De avond voor de start gaan we dineren in het Guggenheim. Oei. Jullie leggen de lat hoog. Ja, nee, dat kwam allemaal zo bij elkaar. We denken dat het daarmee een mooie editie wordt. Alle nieuwkomers, inschrijven denk maar, hè? Dit is het evenement van het jaar. Ja, ja, dat gaan we regelen. De winnaars in de vintage, Bo Winkel en Simon Suzanne. Touringwinnaars, Arnold Hogenhout en Muriel Tichelaar. En de winnaars in de sporting, Gerard Terink en Bert Smijtink. En in de expert, de overal winnaars van de Tulpenrally, Harm Lambrechts en Bart den Hartog. Ja, gisteren ging het een klein beetje mis nog, hè? Een rondje te veel? Een rondje te veel op het circuit. Ja, tot drie tellen schijnt toch een kunst te zijn. Ja, toch kun je dat wel aardig, want je wint hem gewoon weer, Bart. Ja, weet je, er waren van tevoren duidelijk 65 serieuze kanshebbers. Na een paar dagen scheiden Remco, Albert en Harm en ik ons een beetje af van de rest. Ja, en dat was de laatste dagen was een beetje strijd tussen ons. Ja. En tot gisteren ging het hun kant op. En vandaag hebben ze een paar foutjes gemaakt waardoor wij hebben kunnen winnen. Ja, en dan hoor ik, Harm, dat in die andere auto, die dreigde te winnen, dat er wat stress was. Is dat bij jullie ook zo, die laatste dag? Nou, de laatste dag helemaal niet zelfs. Nee, Bart en ik hadden het ook niet meer eigenlijk verwacht. Uiteraard, hij was wel scherp. Dat kan ik niet anders zeggen, want... En langzaam die ochtend merk je wel in de auto, het gaat vloeiend, het begint te lopen. Maar na de middaguur kregen we dus te horen dat we toch nog een kansje hadden. En dan voel je toch spanning komen. Maar eenmaal die cameraman achter ons weg en toen ging het allemaal goed. Hey, wat de Tulpenrally winnen, hè? Voor de kijkers, de televisiekijkers, die kennen de Tulpenrally misschien wel of misschien niet. Hoe is dat? Wat is dat nou, de Tulpenrally winnen? Ja, weet je, Tulpenrally is natuurlijk de oudste Nederlandse rally. 1949 was de eerste. Altijd een van de grootste rallies van Nederland geweest, zelfs van Europa. Het is gewoon een heel prestigieus evenement om te winnen. En dat legt ook extra druk op je. Ja. Wat heb jij te zeggen tegen mensen die nu kijken, die zoiets hebben? Hey, maar dat wil ik ook. Winnen ze, zullen ze niet zo snel. Maar wat kun je adviseren? Gewoon een keer meedoen, zou ik zeggen. Dankjewel. Graag gedaan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hiscox en rallydrukwerk.nl.